Nog een persconferentie. Joost wordt onze nieuwe commerciële directeur bij de club. Ik heb er onwijs veel zin in. Goedenavond allemaal. Nog een persconferentie waarin onze voorzitter Adriaan Visser een belangrijke mededeling gaat doen. Wat voor mij betreft allemaal van harte welkom. We hebben een zoektocht achter de rug van een maand of 3-4 op zoek naar een commercieel directeur van de club. Prima proces, georganiseerd door Randstad. En we waren eigenlijk terug rond de kerstdagen naar, geloof ik, 2 kandidaten. En toen zijn we op trainingskamp gegaan. En er kwam iemand bij ons. Die zei tegen ons, ja, wat Ajax doet met Van der Sar, dat kun je eigenlijk ook prima met mij doen. En toen is er eigenlijk bij Gerard en mezelf een denkproces in gang gezet. We hebben daar heel veel met elkaar over gesproken. Want goed, iemand die zo van het voetbalveld afkomt, die is nog niet gelijk een directeur. Dus er zal nog wel wat getraind en georganiseerd moeten worden. Maar we hebben tegen elkaar gezegd, dit gaan we doen. Deze club wil mensen vanuit de club een kans geven. En we hebben met elkaar voluit besloten dat Joost, want Joost wordt onze nieuwe commerciële directeur bij de club vanaf 1 juli, dat Joost ronduit een kans verdient. En Van der Sar wordt managerial bij Ajax ook iemand ondersteund. Nou, dat doe ik met heel veel genoegen. Ga ik ook proberen mijn eigen managementervaring op Joost over te brengen. En ga voor de rest in de structuur links en rechts nog een paar dingen veranderen. Maar dan wordt Joost als commercieel directeur bij de club een groot succes. Wij zijn er hartstikke blij mee. En voor mij heeft Joost er ongelooflijk veel zin in. Ik heb er onwijs veel zin in. Dit is voor mij natuurlijk een unieke kans. Ik moet wel mijn voetbalschoenen opbergen. Maar goed, ik heb een mooie carrière wat dat betreft. En ik hoop dit seizoen nog heel goed af te sluiten. En dan ga ik op naar een volgende uitdaging. En daar heb ik absoluut heel veel zin in. En met de huidige directie dan inderdaad als leermeesters, als je zo mag noemen. Maar ja, en er staan mooie dingen bij PEC Zwolle te wachten, denk ik. Er is een mooie lange termijn doelstelling en ik hoop dat we kunnen groeien. Fantastisch. Nou, ook namens Gerard, want het komt ook maar even bij. We moeten Jos ook wel even met z'n beiden succes wensen. Ja. Heel veel succes, joh. Ja. Welkom bij de club. Voortje.